Op 19 september was het World Cleanup Day. Over de hele wereld, en dus ook in Tilburg, gingen vrijwilligers op pad om hun omgeving te ontdoen van zwerfafval. Maar dat zwerfafval is er het hele jaar door en voor veel mensen een doorn in het oog. Een groep enthousiaste vrijwilligers in de Reeshof gaat daarom regelmatig het afval te lijf onder de naam de Bende van de Reeshof. De overheid, de lokale overheid, de gemeente Tilburg, in samenwerking met brouwers in dit geval Reeshof, die zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Doen heel veel om het schoon te houden, maar het is niet genoeg. Er wordt meer bijgegooid dan dat ze op kunnen ruimen. En daarom is er op een gegeven moment, hebben we een appel gedaan aan de burgers, aan de bewoners van de Reeshof. Kom ook in actie, help ons. Dat is het idee eigenlijk. Die samenwerking met de Bende van de Reeshof is eigenlijk ontstaan doordat Johan met ons contact heeft opgenomen. En wij hebben dat met twee handen aangegrepen, want het was een heel mooi initiatief. En verder zijn we dingen aan het uitwerken hoe we de Reeshof nog schoner kunnen krijgen. Nou, jullie hebben net Wouter ook gesproken. Die is eigenlijk de man die krijgt de melding binnen. Wij zijn samen met Johan hebben wij gestart om een e-mailadres te koppelen aan eigenlijk de gele Ben van de Reeshof zakken. Wij krijgen dus een mailtje binnen met adres van mensen. Ik ben weer klaar met opruimen. Ik heb 3 gele zakken staan. Komen jullie hem ophalen? En dat is voor ons super makkelijk, want dan krijgen wij gelijk die melding. Die kunnen wij natuurlijk dan eruit halen en kunnen we direct naartoe. Dat die mensen ook niet zo lang met dat afval zitten kijken. Kijk, het is natuurlijk ook een deel ontzorgen wat wij vanuit Brouwers doen. Wij zijn super blij dat die mensen ons meehelpen. En het minste wat we kunnen doen is zo snel mogelijk die zakken op gaan halen. En daar zijn we heel erg mee geholpen. Die melding proberen wij binnen een dag op te lossen. Dat is in ieder geval wel ons streven. Het kan wel eens zijn dat er een dag tussen zit, maar ons streven is 1 dag en dan wordt de zak bij u thuis opgehaald. Die zakken die gaan bijvoorbeeld naar een verwerkingsbedrijf en zoals het kan worden ze of gerecycled, het materiaal die erin zitten, of het wordt verwerkt bij de verwerking. De Bende van de Reeshof gaat niet alleen op pad met vuilniszakken, hesjes en prikstokken. De Bende heeft zelfs een eigen keet waar nieuwsgierige bewoners of mensen met vragen vaak ook welkom zijn. Die keet is gemaakt omdat we de afgelopen weken hebben een tour door de Reeshof gedaan. Het idee van die tour was om de mensen ook echt te ontmoeten, de mensen die vrijwillig de wijk mee schoonhouden. Die konden bij ons langskomen voor een bakje koffie of om te kletsen of om er grieven te spuien. Maar vooral eigenlijk om een schoonmaakset te halen, om vuilniszakken te halen en zelf aan de slag te gaan. Veel mensen die haakten ook in op de tekst op de keet, ik ben de Bende beu. Kwamen ook zo binnen, ik wil er wat aan doen. En dat is goed, dat is goed. Verschillende mensen, verschillende motieven, verschillende achtergronden. Maar wat opvalt is dat er veel mensen mee willen doen. Ik heb ook ontzettend veel respect voor die mensen die het wel gaan doen. Ik ben samen met Johan op World Cleanup Day actief bezig geweest om met mensen in gesprek te gaan. Hebben wij vanuit de keten die hier achter mij staat, hebben wij prikkers uitgedeeld, mensen gestimuleerd om in ieder geval mee te helpen. En je gaat zo vaak een gesprek aan dat mensen eigenlijk vrij negatief naar je toe komen. Van ja, het is hier altijd een bende. Waarom wordt er niet opgeruimd? En op een of andere manier, als jij met iemand in gesprek gaat, iemand aanhoort, komt er ook een soort positieve vibe op. En vaak gaan mensen toch weg met zo'n knijper en met de vuilniszak en gaan ze daar toch zelf iets aan doen. En ja, dat is gewoon ontzettend mooi om te zien. En vanuit mij alleen maar lof en respect voor die mensen die dat gaan doen. En hartstikke goed. Het opruimen van afval is natuurlijk een mooi resultaat. Maar het is niet het enige doel van de Bende van de Reeshof. De vrijwilligers willen ook nadrukkelijk in de wijk aanwezig zijn om te laten zien wat er gebeurt. Ja, het werkt zeker aanstekelijk. Zo is de campagne ook een beetje opgetuigd. Confronteren, informeren, inspireren en activeren. Dat waren de 4 pijlers. Je hoort het ook van mensen terug. Je hoort mensen komen bij de keet. Die vertellen van we zien vaak mensen in de wijk opruimen. We zien die gele hesjes, we zien die gele zakken. We willen ook eigenlijk wat doen. We wachten er al te lang mee. Veel mensen zijn nu de laatste half jaar zeg maar, gaan wandelen. Als tijdsbesteding om even uit de lockdown te kunnen. Die zijn gaan wandelen. Die hebben bedacht van, oh wacht, als we toch wandelen kunnen we ook wel iets doen. Wat kunnen we doen? We kunnen misschien schoonmaken. Nou, die zijn van lieverlee bij de Bende van de Reeshof terechtgekomen en in actie gekomen. Afval is een van de
punten waar gewoon mensen zich het snelst aan ergeren. En je ziet dat die ergernis steeds groter wordt. En dan zie je dus ook het belang wat mensen erbij hebben uiteindelijk om het zelf te gaan doen. Ik ben van mening, en zo ben ik ook opgevoed, van, hey, je gooit niks op straat. Maar ja, de cultuur waar wij naartoe gaan is het toch mensen die gewoon langs de snelweg zoiets eruit gooien. Ja, ik vind dat persoonlijk vreselijk. Ik denk als mijn moeder het zou zien, dat ze me ook bij mijn oren zou pakken. Alleen, sommige mensen die gooien dat wel gewoon uit het raam op straat. En dan vind ik het heel goed dat andere mensen opstaan om hier iets aan te gaan doen. En om het eigenlijk zoals het hoort gewoon netjes te houden. Als je met z'n allen laat zien van hier staan wij voor. Dit is wat wij willen als wijk, dit is wat we met elkaar willen. Hiermee willen we anderen inspireren. Nou ja, dan denk ik dat dat een goed ding is. Dat je dat gewoon uit mag dragen. En tuurlijk, ik zie ook mensen die worden wel eens hopeloos van de situatie. Omdat het, dan heb je de ene week opgeruimd en de andere week ligt er weer een zooi. Maar ze gaan verder en ze geven gewoon de strijd niet op. En ik denk dat gewoon een sterke troef is. Doorzettingsvermogen dus. En dat kan inderdaad goed van pas komen. Want een echte oplossing voor het zwerfafvalprobleem lijkt nog niet in zicht te zijn. Of er echt een definitief eindpunt is, ik hoop van niet. Dus misschien is dat wel de beste manier om te laten slagen. Dat het gewoon continu door kan blijven gaan. En dat het zich echt manifesteert in die wijk als Bende van de Reeshof. Ik zou het ook persoonlijk heel gaaf vinden als we iets een stukje educatief kunnen doen. En dat we vooral de jeugd dingen bij kunnen brengen van hey, stop daarmee. Doe het niet. Loop naar een prullenbak toe. Of ga ook een handje meehelpen. Want als ze zelf een handje meekomen helpen, dan denk ik dat ze wel twee keer na zullen denken voordat ze iets weg zullen gooien. Het zou fijn zijn als er door dit soort acties een bepaald normbesef ontstaat. Waarbij mensen van elkaar zien. Hier wordt schoongemaakt, hier is het veel minder rotzooi. De norm is hier blijkbaar dat het schoon is. En het is natuurlijk ook het idee dat als het schoon is, dan is de drempel om er wat bij te gooien, wordt natuurlijk steeds hoger. Dus dat is eigenlijk wat we willen bereiken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Noord-Brabant.